hoogste rekeningen van Amsterdam. Maar elk jaar door de Amsterdamse afdeling van de VVV. Althans, volgens Wikipedia. Maar daarmee wil ik suggereren dat er een verband bestaat tussen dit bedrijf en de nieuwvereniging. Oprichtingsvergadering van de CEO in 1884, dus Herbert Mouwer, die werkte nog steeds en ook wel in wat nu met financiële rekening het recht van. Het zal daar toch een rumoerige vergadering geweest zijn. Niet zozeer door de oprichters, maar wel door de andere aanwezigen. Het initiatief was afkomstig van Joost Doop, maar kreeg ook veel medewerking van de voorzitter. Daarmee heeft de vereniging inderdaad een lange geschiedenis. Voor de Tweede Wereldoorlog werd die gekenmerkt door een aaneenschakeling van succes. En aan die periode kwam wat abrupt een einde met de bezetting van Nederland. En wat er daarna gebeurd is, dat weten we allemaal. Het overgrote deel van de Joodse Joden heeft het oorlog niet overleefd. Dat betekende voor een groot deel het einde van een zeer levendige dovencultuur in Amsterdam. Vorig jaar hebben we ter nagedachtenis van een aantal van hen nieuwe pakketten onthuld aan het Hortusplas. En met het postume erevoorzitterschap voor de Toxicerius, net door de voorzitter pakket gemaakt, draagt de vereniging opnieuw en terecht. Thank you.
Daarom ben